U liet het land achter als een rokende chaos. Wij hebben het opgelost. Het is zo. Ja, u kunt lachen. Ja. Ja. Heel veel mensen vonden het niet zo grappig, die regering van u met Geert Wilders. Ja, en toen stonden we er slecht voor en nu staan we er een stuk beter voor. Betrouwbaar, betrouwbaar en nog eens betrouwbaar. Als je praat over Lodewijk Asscher, dat is iemand die je gewoon in alle opzichten kunt vertrouwen. Hardwerkend en altijd staan voor de sociaaldemocratie. Nederland echt vooruit brengt, daar is nu de ruimte voor. We hebben de overheidsfinanciën op orde gebracht, de werkloosheid daalt. Het gaat nu weer goed en dus is het tijd om door te pakken. In het Nederland waar ik leiding aan wil geven, bouwen wij aan een sociale samenleving. Ik zag ook om me heen het onrecht dat vrouwen werd aangedaan in mijn omgeving. Ik heb me altijd gevormd en gemaakt en daardoor heb ik ook altijd die strijdlust gehad. Ik zie hoe belangrijk het is dat we zorgen dat de school open blijft. De kleine school die het dorp bij elkaar haalt. In Brussel is 181 miljoen euro opgehaald voor geboorte- en gezinsplanning in ontwikkelingslanden. Dat is voor de stichting She Decides. Dat is een initiatief van minister Ploemen. Als je naar het ziekenhuis gaat, kost dat je eigen risico. Dat is de reden dat de PvdA af wil van het eigen risico. En zo houden we de zorg toegankelijk en betaalbaar voor iedereen. Wat zouden we moeten doen voor arme mensen? En een compliment geven. Wat zeg je dan bijvoorbeeld? Ze heeft u een mooie broek aan. Echt waar? Dat is ook wel heel erg lief.